We hebben er lang op gewacht en eindelijk is die gearriveerd. Far Cry 5. We gaan naar het platteland van Amerika, naar Montana. En om precies te zijn naar Hope County, waar Joseph Seed aan de macht is. Een sekteleider die jij moet verslaan. Maar hoe versla je die eigenlijk het makkelijkst? Wij zetten een aantal tips voor jullie op een rij om goed beslagen ten ijs te beginnen aan Far Cry 5. Hier gaan we. Tip 1. Praat altijd met gevangenen nadat je ze hebt gered. Overal in Hope County zijn inwoners die niets van deze cult-onzin willen weten, maar ze zijn gekidnapt en gegijzeld. Je zult ze overal zien. Aan de kant van de weg, in het bos, aan de oevers van rivieren. En je zult ze zo vaak tegenkomen dat het soms nauwelijks de moeite waard lijkt om te stoppen om hen te helpen omdat je bezig bent met iets anders. Maar zorg ervoor dat je altijd met ze praat, want het redden van iemand heeft twee voordelen. Je krijgt weerstandspunten, waarmee je dichter bij de ontgrendeling van de bosconfrontatie komt. En elke burger heeft een schat aan informatie over de wereld om je heen. Zoals locaties van buitplaatsen of interessante plekken om uit te checken die je misschien anders had gemist. Dus als je ze hebt gered, maak altijd tijd voor een praatje. Ontgrendel extra holsters zo snel als je kan. Je begint het spel met een melee-wapenslot en twee slots voor wapens. Twee gunslots zijn echter niet genoeg voor een game als deze en in tegenstelling tot eerdere Far Cry games kun je geen extra holsters maken van dierenhuiden. Dus bespaar je extra punten zo snel mogelijk om een derde en een vierde holster te ontgrendelen. Dit geeft je een wapen voor elke ontmoeting. Een sniper rifle voor afstand, een shotgun of SMG voor close encounters, een RPG voor het neerhalen van vliegtuigen en voertuigen en een pistool voor wanneer je even geen munitie hebt voor al het andere. Jagen en vissen zijn de beste manieren om geld te verdienen. Geld is schaars in Far Cry 5 en je hebt het zo snel mogelijk nodig en dus moet je snel geld verdienen. En vooral vissen is een goede manier om snel aan geld te komen. Er zijn een paar goede visplekken met visverkopers die op dezelfde plek rondhangen. Je krijgt het voordeel van de Fisher King. Oefen wat met vissen en zodra je alles onder de knie hebt, kun je forel en baars snel genoeg vangen om binnen een paar minuten $1000 te verdienen. Zorg ervoor dat je het goede aas gebruikt die past bij de vis die je wilt vangen. Voltooi Nick Ryers persoonlijke zoektocht zo snel mogelijk. Air support hebben is erg handig, vooral tijdens een buitenpostmissie die slecht is gegaan. Je kunt je piloot Nick Rye instrueren om elke gemarkeerde vijand aan te vallen. Dus als er een sluipschutter ergens staat of iemand verborgen is, kun je er een bom op laten vallen of ze laten beschieten met de minigun van het vliegtuig. Net zo nuttig is de landingsbaan van Rye, waar je een onbeperkt aantal vliegtuigen kunt spannen voor je eigen gebruik. Maar dit gebeurt pas als je de persoonlijke missie van Rye hebt voltooid. De vliegtuigen worden geleverd met een beperkt aantal bommen die je kunt aanvullen voor $1000. Dus het is meestal slimmer om gewoon een nieuw vliegtuig te pakken van de landingsbaan, want dan kost het niks. Rye & Sons Airstrip is te vinden in Holland Valley, de westelijke regio van de kaart. Dus ga er naartoe zodra je van het starteiland af bent. Kaap vrachtwagens. Er rijden een aantal verschillende soorten vrachtwagens rond in Hope County. En terwijl je er veel wilt vernietigen, bijvoorbeeld konvooien en vrachtwagen voor drugstransport, wil je de andere vrachtwagens liever gewoon kapen en het voertuig intact laten. Een van die vrachtwagens is een buitvrachtwagen en een lange tijd wisten wij niet precies wat we ermee moesten doen. Totdat we hem hadden gestopt, eindelijk. Er was een enorme controledoos, frame in het geel, juist achter de achterwielen. Loop naar de doos en je ziet direct dat je hem kunt openen. Laat de klep van de truck zakken, zodat je hem kunt plunderen. Speel de Harvest Master perk zo snel mogelijk vrij. Als je echt geld wilt verdienen voor een nieuw voertuig of een skin voor je vlammenwerper, zorg dan dat je de perk krijgt die de buit verdubbelt voor het oogsten van dieren en planten. Verdubbeling van de beloningen betekent ongeveer het dubbele van het geld. Het is goed om te blijven wisselen tussen specialisten. Specialisten zijn hoofdpersonages in Far Cry 5. Patriotten, bereid en klaar om te helpen in de strijd tegen de sekte zodra je ze hebt ontgrendeld door elk van hun unieke missies te spelen.
Er zijn er in totaal 6. En hoewel iedereen zijn favoriet heeft, is het de moeite waard om verschillende personages in en uit te wisselen afhankelijk van wat je doet. Je kunt ze willekeurig oproepen en wegsturen en dus is het logisch om na te denken over wat je echt nodig hebt. Grace als sluipschutter is goed voor uiteenlopende ondersteuning. Hoewel Sharky een vlammenwerper heeft die chaos van dichtbij schept en bestand is tegen explosies. Andere personages pakken pijl en boog, verstelt die gameplay of vlammenwerpers. En het is dus afhankelijk of je luid of sneaky wilt gaan vechten of van afstand of dichtbij. Kies je specialist dus met wijsheid. Houd de prepper stashes in de gaten. Verspreid over de hele wereld van Far Cry 5 zijn prepper stashes te vinden. In feite gewoon schatten die erop wachten om gepakt te worden. Er is altijd een puzzel of een uitdaging van belang. Of dat nu het vinden is van een generator om een deur te openen. Of door bergen hondenpoep te waden voor een keycard. Ze zijn het altijd waard om te doen. Niet alleen omdat je tonnen geld of munitie krijgt, maar ook krijg je veel middelen en extra punten als je ze voltooit. Bepaalde opslagplaatsen bieden enkele van de beste activiteiten die Far Cry 5 te bieden heeft, zoals een reis naar een spookhuis of een spannende klim naar een van de hoogste bergen van New Hope County. De bakken met geld die je verdient voor het jagen op elke opslag is slechts een extra bonus. Dit waren onze 8 tips om jou goed te laten beginnen met Far Cry 5. En natuurlijk zijn wij ontzettend benieuwd naar wat jij van de game vindt. Laat ons dat vooral weten in de reacties. En als je echt alles wilt weten over de nieuwe game van Ubisoft, reviews, trailers, nieuws en meer, ga nu naar gamersnet.nl voor alles over Far Cry 5. Tot de volgende tips en tricks video.